dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, dit is Mywen. Ik heb eigenlijk niet lekker geslapen, maar het is wel een nieuwe dag. Het is een beetje verstandig om te zeggen, ik heb heerlijk geslapen. Maar vannacht heb ik niet lekker geslapen, ik weet niet waarom. Ik kwam gewoon niet goed in slaap en ik werd voor mijn gevoel elk uur wakker. Soms heb je dat, maar goed, ik word wel weer wakker naast het mooiste meisje van de wereld. Of niet? Ja, en ik naast de mooiste jongen van de wereld. Heb jij lekker geslapen? Ja, nou, wel beter dan gisteren, maar niet zo lekker als thuis. Oh, dit wordt een dagje zonder elkaar. Ja, jij gaat een hele dikke vissen pakken. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. We gaan eerst even lekker opbijten. Ik ga heel even snel afspoelen. En dan komt Daniel me ophalen. Super nice. In Barcelona, hoe vet is dat? Hij is gewoon helemaal met de auto hierheen gereden. Oei, oei, oei. Hij was iets van, I don't know, 15 uur, 16 uur onderweg of zo. Echt bizar. Oké, we gaan opstaan. Hoi, goedemorgen. Kom maar in. Het ziet er lekker uit. Echt te vroeg voor. Oh, sorry. Zodat ik ben heel hyped dat ik wegga van jullie. Ik had eigenlijk al in bed lag. Dat ik nog in bed lag? Ja, 5 minuten geleden nog wel hoor. Nee, ik ben klaar hoor. Ik heb gedoucht, alles. Schoentjes aan. Tattoos weer bijgewerkt. Ik ben er klaar voor. Let's go. Bye. Doei. Oh, die hoort niet bij ons. Ik wil bijna een arm omheen slaan. Nee, je hebt zin in vandaag. Dat zal het zijn. Ta-da-da-da. Yeah. Hotel is wel mooi, hotellobby of zo. Oké, we gaan naar een eettentje. En dat schijnt heel erg lekker te zijn. Uitgekozen door Miron. En dat is ongeveer kleine 10 minuutjes lopen, denk ik. Nee, minder. Hey, wat doet onze Vespa hier? Oh, joh, zo nice, die scooter nog steeds. Hoe lang is het lopen? Ik denk minder, want ik zag dat degene die ons favorietje was ook een andere locatie had. En die is letterlijk hier aan het einde van de straat. Oké. Okay. Dus. Nou, nice. We gaan even wat lekkers halen. Check hoe mooi dit gebouw is, zo in de ochtend met die zon erop. Echt heel erg nice. Dat is wel echt een dingetje hoor hier in Barcelona. Af en toe als je naast een gebouw loopt moet je gewoon omhoog kijken. Want je schrikt gewoon soms van hoe mooi het is. 450 meter. Hij is nog niet open. Nee. Maar ik kan altijd Daniel om een live locatie sturen, dat hij me daar op komt halen. Ja, want je hebt je spulletjes al. Want ik heb mijn backpack al bij me, ik heb me al voorbereid. Ik heb alles bij me wat ik bij me moet hebben, dus geen probleem. Maar ik kan me overal ophalen in Barcelona, waar hij wil. Ik had het kunnen weten dat dit resulteerde in uiteindelijk een valstrik. Want we zijn aangekomen bij de Starbucks. Hij liep me toevallig na. Nou. Kom er maar vooruit, dames, dat dit vanaf het moment 1 jullie plan al was. Nee, echt niet. Is dat echt niet zo? Nee. Kijk mijn schil in de ogen aan. Nee. Oké, ik geloof je. Oké, nou dan gaan we hier een ontbijtje halen. Hey, hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Super. Gran trazer, hombre. Cappuccino grande. Gracias. Gracias, amigo. Hoppakee, lekker maat. Ciao. Je hebt gewoon lange mouwen aan, bro. Ja. Lange broek ook. Het is koud, hoor. Echt een Spanjaard al, jij. Ja, zie. Ongelooflijk, zie. Heb je kijk billetje, man. Ja, goed, hè? Ja. Ja, jongen. Fashion. Oké, cool. Ik zie hier nog een lekker koffietentje. Dan ga ik denk ook nog even koffie halen voor onderweg. Dan gaan we er vandoor, denk ik. Ga je nog meer koffie halen? Ja, joh. Kan je even bijkletsen met Marion en Joelle? Oké, tot zo. Wieuw. Kijk hoe mooi dit koffietentje eruit ziet. Heel erg schattig. Hier ga ik even een koffietje halen. Oeh, hij wordt nu vers voorbereid. Kijk dan. Wauw, kijk hoe mooi deze eruit ziet. Oeh, ik kan hier bijna niet meer lopen, joh. Ik ben er klaar voor, dames en heren. En Daniel ook, geloof ik. Schatje, ik ga er vandoor. Doei. Succes, hè? Veel vissen vangen, hè? Ja, hè? Eentje, één grote. Dat is alles wat ik wil. Ja, ze hebben gisteren één gevangen van 100 kilo, hoor ik. Dus dat zou echt sick zijn. Een tonijn van 100 kilo. Dus het eerste wat ik zei van, zo, die kan je ook verkopen voor heel veel geld, of niet? Klopt. Toen hoorde ik op de achtergrond, de boete is duurder dan de vissen. Je moet je gewoon druk gooien. Ja, en je kan dan ook de bak ingaan of zo, als je die vis gaat proberen te verkopen. Ja, er zit een kwotum op. 1 week gaat dat open. Mogen alle beroepsvissers mogen tonijn aanlanden. En na die week is het meestal vol en dan mag geen vis meer aangeland worden. Het is eigenlijk alleen voor de professionele vissers, de beroepsvissers. Ja, want stel voor jij zou nu een tonijn vangen van 100 kilo. Hoe duur is dat ongeveer? Of weet je dat niet? Als je naar de Japanse markt gaat, denk ik iets van 5000 euro. Dus moet je eerst naar Japan? Ja, je moet hem
shippen. Hier in Spanje is het niet zoveel waard. Echt? Maar sushi wordt gebruikt, is er wel veel waard. Serieus? Er zijn zelfs restaurants hier in Spanje, gewoon in de buurt daar zo, waar je gewoon tonijn kan kopen. Dat is niet duur. What? Ja. Oké, en je kan de bak ingaan als je gepakt wordt. Ja, het is echt, het staan dikke straffen. Dus, maar je mag ze wel vanaf de kant vangen en meenemen. Dat zei Sander gisteren. Serieus? Ja, dan zit er geen... Ja, dat is heel moeilijk zeker. Ja, dat kan niet. Nee. Oké. Okay. Gewoon helemaal met je bootje teruggaan naar de kant met het vis eraan. En dan op de kant? Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Oké, cool. Ik heb heel veel zin in. Nogmaals, schatje. Doe opzichtig, hè? Jij ook, hè? Doe jij, Jule. Ciao. Later. Veel plezier, hè? Wat gaan jullie doen eigenlijk? Schoppen. Oké, is goed. Jullie handen? Zijn jullie nog mee? Oké, let's go. Dit is wel heel gek, hoor. Dat je gewoon wordt opgehaald door Daniel in Barcelona. Zitten we dan, maat? Ja, lekker, hè? Echt, hè? Laatste keer zag ik je bij je wedstrijd. Ja. En nu zie ik je in Barcelona. Ja. Heel gek, heel gek. Helemaal gek. Wow, ik heb er echt zin in, man. Ja, ik heb ook. Wow, gast, what the fuck. Ja. Oké. Okay. In ieder geval, hoe lang heb je dat? Wow, 2 uur en 8 minuten. Ja, maar het is allemaal 130 rijden straks. Dus het valt, zeg maar, ik hoop dat we snel de stad uit kunnen. En dan valt het mee. Ja, want de stad is natuurlijk gewoon chaos. Het is best wel sick hoe Barcelona er eigenlijk van boven uitziet. Ja. Het zijn alleen maar blokken. Van die vierkantjes. En check dit ook weer, hoe mooi. Het is wel echt heel gaaf. Hoor. Heb je af en toe wel thuis rijden omhoog gekeken? Nee. Maar je hebt hier wel panorama aan het dak, is wel heel dik. Ja, die kan ook gewoon nog open. Ja. Ja goed, in ieder geval Barcelona prachtig. Maar je kan dus ook echt vissen hier in de buurt op de sterkste vis ter wereld. Ja. En dat is eigenlijk de bedoeling, dat we de sterkste vis ter wereld gaan vangen. Althans, dat ik die ga vangen. Ja. Hoe lang kan je bezig zijn met het binnenhalen van zo'n vis? Als je een kleine haakt, een kleine is rond de 50 kilo, die ben je denk ik een half uur mee bezig. Ja. Als je een grote haakt van tussen de 100 en de 300 kilo, dan ben je een uur tot 4, 5 uur bezig. Of je haalt hem niet binnen. Of je haalt hem niet binnen. Sander die had er één gehaakt. Ze hebben een schatting gedaan hoe groot hij was. Want ook zeg maar met zijn staart dat hij de lijn een beetje beschadigd. Dus ja. Hij was losgeschoten uiteindelijk. Anderhalf uur aan een vis getrokken. Hebben hem niet van de bodem afgekregen. Die vis die zwemt dan gewoon boven de bodem met je rondjes. Ze hebben hem een paar keer 2-3 meter omhoog gekregen. Na anderhalf uur schoot de haak los. Die vis was ongeveer 2,5 meter lang. What? Dus een schatting van 300 kilo. Oh my god. Die had hem nooit binnen kunnen halen. Wat? Ja. Dus stel je voor, dames en heren, je staat op het bootje, je hebt beet, je hebt adrenaline, je denkt yes, yes, ik heb beet. En dan probeer je hem binnen te halen en na anderhalf uur vechten met die vis, schiet hij los. Oh, ja. Dan voel je je wel echt even verslagen, hé. Weet je wat zo mooi was? Wij waren toen bezig. Ja. We hebben twee bootjes daar. En Sander was met Simon. Zij waren met z'n tweeën, wij waren met z'n drieën. Maar wij lagen voor de delta te vissen. En zij waren in hun uppie naar de tonijnen gegaan. Dus op een gegeven moment bellen zij zo. Kan je ons helpen? We hebben een vis eraan. We krijgen hem niet binnen. We zijn al een half uur aan het trekken. En we hebben hem nog geen centimeter omhoog gekregen. Dus we hebben jullie hulp nodig. Dus wij zaten zo elkaar aan te kijken van... Gaan we nu echt serieus een half uur varen om hun te helpen? Nou, veel succes, boys. het was bijna avond. Of tenminste, het was avond. Toen zeiden we ook van ja, tegen de tijd dat we bij jullie zijn, is het bijna donker. Dus het heeft geen zin. Ja, want jullie hebben dus twee bootjes gehuurd ja. daar. Ja. Oh, dat is wel echt dik. Ja, je hebt je vaarbewijs gewoon. Dat is zo cool. Dat wordt wel echt nice. De volgende keer vooral moet je echt mee met die oude waterscooter van Bas. Ja, is goed. Dat is geniaal. Maar moet je wel een speedo aan? Is goed. Dan gaan we met z'n tweeën met een speedo op die waterscooter. Ja, best. Dat is echt geniaal, joh. Ik kan wel een knophouden speedo. Ja, knophouden speedo. Ja, die moet ik echt gaan maken, joh. Ik heb het er zo vaak over. Gast, dat moet je echt doen. Ik weet zeker dat die meteen uitverkocht is. Ja, als ik het 10 laat maken wel. Nou goed, in ieder geval, we gaan even lekker 2 uurtjes en 4 minuten proost, maat. Op een mooie dag. Ja, wordt sowieso een hele gezellige dag. Ik hoop dat de zee, zeg maar, wat heel grappig is daar zo. We zitten in Riumar en het is de delta van de Ebro. Dus de grootste rivier van Spanje. Die stroomt eruit in de zee. Okay. Dus die brengt heel veel voedsel, brengt die in die baai. En je hebt daar wind die over het land heen komt. Die is natuurlijk warm, opgewarmd door de aarde. En je hebt daar een beetje een koude zeewind. Dus de wind die draait daar de hele dag eigenlijk door. Waardoor je best wel vaak weinig golven hebt. Dus dat is op zich wel fijn. Dat is wel nice. En het heeft gisteren bijna niet gewaaid. Het gaat vandaag wel een klein beetje waaien en een klein beetje spetteren. Ik hoop dat de regen boven het land valt. Daar hebben we nog een heel grote kans op. Maar het wordt wel op zich een redelijk ruig ritje, denk ik. Word je wel zeeziek? Maar niet echt last van gehad, nee. Okay, nou ja, kunnen we voor de zekerheid een zeeziektepilletje nemen. Ik heb er zelf nooit last van. Alec die moest wel even kotsen nadat hij een tonijn had gevangen. Ja, serieus?
Dat is wel heftig hoor. Ik denk dat je het echt onderschat. Echt? Ja, ik denk dat je het echt onderschat. Oh, maar gewoon omdat hij zo moe was van het vangen van die vis. Ja, ja, en dan in combinatie met de golven en zo. Maar hij zegt, ja, hij moest even een klein, hij ging even de vissen voeren. Oei, oei, oei. Nou goed, het belooft een avontuurlijk ritje te worden, dames en heren. Ook wel een uitdaging. Ja. Ook wel een beetje spannend als je dat zo vertelt op die manier. Ja, het is echt wel spannend hoor. Nu nog spannender, nu die dat weer benadrukt. Zal ik je een verhaal vertellen van gisteren, wat er gisteren is gebeurd? Oké, nou, in ieder geval, ik heb er heel veel zin in. En ik zou zeggen, jullie ook doen even dat duimpje omhoog. En dan maken jullie het allemaal mee, dames en heren. Kijk eens eventjes, Arenas de Barcelona. Ja, een mooi grote rotonde dit hoor. Het is echt zo apart rijden hier. Ja, is gek hè? Dingen hier zijn aangegeven, snap ik soms helemaal niks van. Ja, het is wel drukke chaos, ja. Hoe ga je ermee om als je zelf druk bent en chaos hebt en je ziet dat ook ergens anders? Krijg je wel eens kortsluiting. Ja. Het is dubbel chaos. Maar nee. Je hebt elkaar dan op, toch? Oh, je zit nu op de bustaxibaan. Ja, dat gaat wel lekker snel, denk ik. Precies. Precies. Oei, oei, oei. De stad uit, dat kan ik scoren. Ja, als we de stad uit zijn, dan gaan we lekker los. We gaan even tol betalen, dames en heren. Hopelijk dat we dan straks geen tol hoeven te betalen tijdens het vissen. Ja, als we die vis gewoon weer terugzetten, niet? Hoeveel moet je betalen? Weet ik niet. 7,79 stond er. Mooi getal. Stop mijn pasje niet, dus dat scheelt. Ja. En we hebben wederom even een tol weg. Even kijken hoeveel het nu is. 4,65 euro. Let's go. Oei yo, oei yo, oei yo. Oei yo. Ja. Oeh, Corvette. Hop in de motherfucking. Ik weet niet hoe die gaat, maar die TikTok was wel altijd lid. Stel voor, er ontploft nu eentje. Zou dat een probleem zijn voor ons, denk je? Nee, want wij zijn zo snel. Het zou je maar gebeuren, gast. Ik denk dat die hele weg. Ja, hele weg weg. Ja, ja, dat denk ik ook, ja. We zijn heel even gestopt, dames en heren. Het begint een klein beetje te spetteren. Dus ik hoop eerlijk gezegd dat het droog blijft vandaag op het water. Maar het kan zijn dat we een dikke plensbui op onze kop krijgen. Sta ik dan met mijn korte broek en met mijn t-shirtje en met mijn zonnebril. Let's go! Goed, ik ga heel even de visauto van Daniel een beetje op orde krijgen. Want ja... De boys zijn boys, dus er is weer een dikke bende gemaakt in die auto. Oh, hey, ga je gewoon op voet staan? Ben je wel terug, jongen. Dus we gaan heel even de auto een beetje opruimen. En dan karren we weer door nadat we ook even wat drinken hebben gehaald. En dan is het nog maar 3 kwartier, dames en heren. En dan... Dat wordt zo nice. Wij gaan lekker vissen. Oh, oh, oh. Wij gaan lekker vissen. Ik hoop wel dat dit zo een beetje overwaait, maat. Nee, heb precies hetzelfde. Ik hoop wel dat het overwaait en dat ik kan shinen met mijn nieuwe zonnebril. Wow, gast. Ja, maar ja, weet je, ik heb liever dat het nu valt en dat het straks eind van de middag, zeg maar, dat het helemaal perfect is, dan dat het, zeg maar, niet zo is. Ja, snap ik. Ik zie al meteen dat dat een dikke chondee. Oh, dat ook. Oh. Dat ook een dikke chondee, jong. Oh, moet je kijken. Oh, je staat er mooi bij, hoor. Mooi. Ook even zwaaien. Weet je wat dit trouwens zijn? Dat is misschien wel een leuk, interessant weetje. We zijn nu in Riumar. Hey, Wouter doet die weetjes altijd, hè? Wouter? Maar jij mag ook voor deze keer een Wouters weetje doen. Nou, Wouters weetje, Daniels weetje. We zijn nu in Riumar. En Riumar heeft een item wat ze heel graag verkopen. En dat is liqueur van rijst. Dus dit zijn allemaal rijstvelden. Dit zijn ook allemaal hele bijzondere vogels. Maar alles wat je hier om je heen ziet is rijst. Dit is allemaal rijst wat je hier ziet? Ja, en dat verbouwen ze om liqueur van te maken. Rijstliqueur. Dat is hier het nummer 1 transportproduct voor de markt. En wat is rijstliqueur? Is dat drank? Ja. Serieus? Ja. Dus je kan drank maken van rijst? Zeker. Oh joh, dat wist ik helemaal niet. Het heet Licor de Arroz. En hoe noem je Myron altijd? Laten we dat maar niet zeggen. Jawel, dat heeft Myron ook gezegd. Muy ger gorda. Dikke billenvrouw. Ja, dat is een letterlijke vertaling van dikke billenvrouw. Ze zegt wel dat dikke billenman dit. Ja. Ze zegt dat gran trasero hombre.
Ja, zo fijn. Zo, maar er zitten allemaal van die witte kleine vogeltjes ja, bij. Ja, zijn zilverreigers. Je hebt hier een curve. Zijn rijsterreigers. Rijsters. Nee, maar je hebt hier best wel veel bijzondere vogels. En ook heel veel rivierkreeften. Maar worden die vogels niet dronken dan, van die rijstvelden? Wel als ze de wijn opdrinken. Of de liqueur. Wil je een kreeft vangen? Een kreeft? Heb je een kreeft vangen in de regen? Ja, lijkt me wel vet hoor. Zo, maat, we staan ook echt... Oh, hier kunnen we niet uitstappen hoor. Dan heb je hele voeten kledden. Ga je even kijken, ja? Ja, ik hou ervan als Daniel in zijn element is. Oh, wow. Let us. Ben ik gelijk verzopen. Oh, je handrem. Oh, zo fijn. Oh, hou je me even vast, hé. Hou je even je handje hier achter mijn hoofd. Kijk even waar we zijn, ouwe. Oh, joh. Is niet normaal. Even kijken. Even checken. Het is onweer. Okay, ga gewoon even kijken. Oei, oei, oei. Nou, daar gaat Daniel. Kijk dan. Oh, het regent echt hard, hoor. Ah, ik kom weer terug. Het regent zo hard. Holy shit. Het regent zo hard. Wat gebeurt er? Heb je hem gevonden? Nee, ik kijk zo op een andere plek. Ik ga hem even vangen voordat we er zijn. Maar het regent zo hard. Ja. Ongelooflijk. Ja, een avontuurtje toch? Ja, dat is wel een avontuurtje. Ja. Voor wel verteld van deze regen eind van de middag, maar... Dit is wel heel heftig. Maar ik heb liever echt liever dat het nu valt. Ja, dat weten we. Ja, heb ik ook hoor, liefst. Ja, dit is niemandsland. Oh, wow, yo! Zag je die flitsen? Je mag ook helemaal niet het water op, toch, met onweer? Nee, is gevaarlijk. Ja, is gevaarlijk. Nee, het hoogste punt, omdat de zee vlak is. Maar als je het water op gaat, dan moet je altijd een paraplu meenemen, toch? Met een ijzeren punt. Je hengel omhoog steken. Ja, hij is ook van carbon, hè? Dus dat glijdt je goed. Ja, ik heb in ieder geval schoenen met rubberen zoden aan. Ah, dat is goed. Dan ben je veilig. Maar wie gaat er ook met dit weer op zoek naar een kreeft buiten? Ja. Een keer waar het makkelijk is. Maat, je bent helemaal kletsnat. Je gaat er niet kapot van. Zo, maar kijk ook die wolken, hè. Ja, het is heftig. Wow, kijk die wolken dan. Wow. Oh my god. Nou, hiermee wil ik niet het water op inderdaad, hoor. Wow, yo, die is mooi. Het is een little tunny, het is een tonijnsoort. Zo, die is mooi, gast. Heel mooi, hè? Ja. Ik heb gisteren Alex haar geknipt. Ja, dat was ook wel nodig. Echt? Ja. Ik had tegen hem gezegd van, stel we vangen een vis die zwaarder is dan jij, mag ik dan je haar eraf snijden met mijn mes? Toen zei hij, ja, dat is goed. Maar had gisteren een termijn van meer dan 100 kilo. Wow, yo. Dus heb ik zijn haar eraf gesneden met een mes, zo. Oh my god. Nou, dat vond ik echt veel te leuk om te doen. Ja, goed. Hier gaan we naartoe rijden, dames en heren. Het lijkt wel de Tornado Hunters. De Tornado Hunters. Ze zijn op zoek naar een tornado. Dus kracht van 1 op 88. Van de schaal van Richter. Ja, en die is van plan om alle rijstvelden omver te slaan. Nee, toch niet de rijstvelden? Dan kunnen ze geen liqueur meer maken. Ja, en alle vogels die proberen het te beschermen, maar het lukt niet. Ja. Maar een kreeft, wat doet een kreeft? Oh, my god, er was rechts een dikke blikseminslag. Wat een timing. Wij gaan lekker vissen. Wow! Yo, what the fuck? Hij slaat me in één keer op mijn schouder. Ik loop een kreeft over de weg. Echt? Kreeft over de weg? Liever een kreeft over de weg. Ik zweer het je. Ga je hem pakken of niet? Want er zijn geen ouds achter ons. We gaan even kijken met de kreeft. Oh mijn god. Serieus? Ja man. Maar wat doen die kreeften hier? Ja, die lopen gewoon. Auw, oei joh. Gast, ja, die lopen gewoon. Ja, gewoon over de weg. Ja, dat is aan het liften. Dan hebben ze geen kreeftenpad. Nee. Loopt de kreeft over de weg. Ja, maar ze hebben toch ook zebrapad? Waarom hebben ze geen kreeftenpad? Ja, omdat hier heel veel zebra's... Ze hopen dat de zebra's hier terugkomen. De zebra's. Even kijken waar die is. Hij is toch niet kapot gereden? Hoop niet. Wow! Holy shit! Waar is hij? Oh, daar liep... Ah, hij is doodgereden. Echt? Ja, hij is geplet. Shit. Okay, goed kijken naar de weg naar kreeften. Ik ga met jou mee naar buiten, man. Ik ga jou niet alleen laten deze keer. Zo, wat een avontuur dit. En wat een omgeving hier. Daniel zat alweer buiten hier. Daar gaan we. De regen trotseren. Oké, wat hebben we hier allemaal? Dikke slak, mijn jong.
Hé? Allemaal slakken. Hé, hey, mijn dikke slak, joh. Oh, moet je kijken, man, dikke slak. Moet je kijken, er zijn er heel veel. Zo, inderdaad. Oh, weer onweer. Hier, let op, het gaat inslaan in 3, 2, 1. Oh, stel. Kijk. Wat? Zie je een kreeft? Ja. Wat, een hele grote. Oh my god, ga je die pakken? Tuurlijk. Ik zie hem, kijk, hij loopt daar. Jappie. Ja, hij doet de dikke vette pies. Wat? Steenpapierschaar voor wie hem op zijn vinger zet? Ja, is goed. Steenpapierschaar. Steenpapierschaar. Ja! Ja! Wow, yo! Hij zet hem op. Yes! Kijk op, ja. 3, 2, 1. Oei, joh, ik hoor de tijd. Of knipt eigenlijk. Oh, kijk. Oh my god, wat? Nou, we gaan hem weer netjes terugzetten. Wacht, kijk wat ik heb. Oei, joh, hij is wel heel vet, hoor. Kijk, steen op je schaar? Nee, ik heb gewonnen. Hij mag ook wel vrijwillig proberen. Nee, hoeft niet. Nee? Zo, ik heb dikke klonten aan stront aan mijn voeten zitten. Moet je kijken, joh. Wat ik allemaal meeneem hier. Hé, hey, kijk wat hier ook ligt. Kijk, gewoon een stukje schaar. Wow, heel veel trouwens. Kijk, hier ook weer. Er zijn er gewoon twee, kijk. Ik denk dat ze allemaal worden... Oh, kijk dan, hier is zijn hoofd. Check. En kijk al die slakken hier. Oh, hier weer allemaal van die scharen. Heel veel van deze slakken. Echt heel veel. Ik denk dat die vogels dat allemaal opeten. Hey, die vogels eten die kreeft, of niet? Ja. Ja, hè? Zo, dat is niet normaal hoeveel van die scharen je ziet op de grond. Echt? Hij staat midden op de weg. Serieus? Ja, ik zie hem daar op de weg staan. Nee. Oei, joh. Kijk dan. Kijk hoe hij er staat. Kijk. Oei, joh. We gaan hem redden. Kom maar, Jaapie. Oh my god, we hebben een kreeft gered. Jee. Maar toen die auto voorbij reed, deed hij gewoon zijn schaar omhoog. Ja, ja. Alsof hij iets kan doen. Zeep je schaar? Dat wil je graag, ja, nog één keer. Nee, iets in mij zegt dat ik het niet meer moet doen. Ja, maar kijk, hij heeft schaar. Oké, dan moet je schaar doen, hè. 1, 2. Wee. Nou, die redt zich verder wel. Oei, 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 wat maken we allemaal weer mee hier? Niet normaal. Wel een hele vette omgeving dit. Zoals... Ja, vooral dat gewoon die kreeft midden op de weg stond. En gewoon toen die auto voorbij kwam, deed hij ze echt zo zijn schaar omhoog. Alsof hij wat kan doen, maar dat is gewoon zijn defense. Ja, maar misschien had hij die auto wel gewoon op kunnen tillen. Ja, zijn banden lekker geprikt zo. Ja, ziek man. Maar hoe voelde dat toen hij jou ging knippen? Ja, het voel je wel, maar... Het doet wel zeer, een beetje. Kom eens met je vinger. Dat voel je een beetje zo. Dat zijn we er? Zijn we er? Oei, joh, jullie hebben hier gewoon... Hé, daar zijn de boys. Ja. Oké, met wie ben je allemaal hier? Simon, Sander, Alec en Andreas. Die noemen we ook wel Different Jacket, omdat het een andere jas is. Andreas. Different Jacket. Oh my god, dat ben je niet. Ja, dus die lange Oostenrijker, die moet je Different Jacket noemen. Ja, nee, oké, maar die is Engels dus. Ja. Tenminste, daar moet ik Engels tegen praten. Duits. Ja, dat kan ik niet. Nou, je opa was een Duits leraar. Ja, maar dat betekent niet dat ik ook Duits leerling ben. Ik wel. Nee. Oké, we gaan even gedag zeggen tegen de boys. En we gaan even de regen trotseren. En dan over ongeveer een uur en een kwartier. Dan is het 1 uur. En dan schijnt het droog te zijn en de zee op te kunnen. Dus ik ben benieuwd. Yo. Hallo. Hi. I'm Enzo. Nice weather. Nice to meet you. Hey, Tarzan. Alles goed? Ja, met jou ook? Ja, rustig. Nice. Yo, Simon. Yo. Alles oké? Zeker. Nice. Waar is die lange? Lange worm. Yo, maat. Zo, wat heb jij een heftige bril. Ja, ziek hè? Yo. Goed toch? Ja, zeker. Nice, ik heb er zin in, man. Ja. Zijn we dan? Ik wil zijn benen zien, hoe vaak is gestoken de mug. Ja, dat is echt normaal. Hier, kijk. Je hebt veel muggen hier, of niet? Oh my god. Gast, niet normaal. Ik kan zien we zijn andere benen. Jongen. Ben je gebeten door een tonijn? Ja. Ik ben gebeten door een tonijn en ja, heel veel muggen. Ongelooflijk. Maar we gaan vandaag wel wat vangen. We gaan sowieso wat vangen. Nice. En jij gaat boem weer naar huis, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, daar had Daniel het al deze tijd over. Het is weer zo lang, hè. Kijken. Ja, dat is echt bizar, man. Hoe lang ben je op dit moment? Ja, van kort. Op dit moment 2 meter nog wat. Ik weet niet precies. Ik ben 1,79, dus hij is... Ja, ziek hoor. Ja. Zo. Daarom zei ik ook, waar is die lange worm? Maar goed, we zijn er. En nu maar even chillen. Geniet van onweer, zoals je hoort. Misschien even in het badje even badden. Wow! Shit. Dikke vuurbal, jongen. Dat is niet normaal, hè? Zo, dat is dichtbij. Zullen we nu vissen? Ja, is goed. We gaan naar de winkel. Oké, let's go. Oh, het gaat onweren. Let op. 1,
2, 3, 4. Nee. Oh, dat was wel sick geweest, hè. Dat wil ik ooit nog een keertje doen. Dat je zo ergens staat. Doe je zo je bril op? Daar is hij. En dan in één keer hoor je dat zo. Bam! Weet je wel, dat zou echt sick zijn. Oké, let's go. Hey, nice. Heb je hier gewoon een douche? Wow, sick. Wie zijn auto is dit? Ik ben hem even aan het schoonmaken. Wie zijn auto is dat? Ja. Nee, de andere kant lukt me niet, man. Te veel moeite. Alsjeblieft, hij is weer schoon. Weet je wat ook vervelend is hier zo? Dat vind ik echt een nadeel aan Spanje. Is dat ze hier siesta hebben. Dus tussen 1 uur en 4 uur 's middags is de supermarkt dicht. Oh ja, klopt ja. Maar het is nu 12 uur. Maar dat klopt wel inderdaad, ja. Siesta. Niet te verwarren met fiesta. Nee, dat is een feestje. Precies. Stikstof, boy. Huh, what? Stikstof, denk ik. Wow, what are you doing? English, no? Yes, a little. A little bit. What is that? Nitrogen. Nitrogen. Nitrogen? Yeah. It's just air. Yes, it's using air. Air, ah, oké. Okay. Kijk dan. Have a nice day. See you, bye-bye. Oké, bye-bye. Hij is gewoon stiekem gewoon een energy potion aan het maken of zo. Ja, of super strength potion. Ah, hij is herbal aan het geven. Ja, echt. Oké, we gaan even boodschappjes doen. Oeh, vers van de pers. Worstenbroodjes. Oeh, ah, woerst. Oké, okay, laten we die pakken, man. Hoppa. Maat, dat zakje verbrandt gewoon door, denk ik. Nou, dat is echt niet normaal. Dat is zo heet. Kijk, zo meteen op. Ik weet niet wat dit is, maar dit ziet laten er ook we deze ook mee nemen, man. Nee, die is niet zo lekker. Nee, echt niet? Deze wel. Dit? Ja, man. Zo, het is wel allemaal tot het randje zwart, hè, bijna. Ja, man. Die vrouw was niet aan het opletten. Nee, die is bliksems ingeslagen, daarom. Oh, waarom hou ik toch van die slechte humor? Moet je nog een mooi blaadje halen? Ja, eens even kijken, misschien er nog bij. Ik denk de kerel op de scooter zitten dan. Hey. En Brendan Doris. Kijk, ik ben hier zo stand op de foto. En Brendan Doris. Oeh, dit is ook. Soppa's. Soppa's. Kijk. Oh, je moet iets van kaart halen. Hé, hey, Schwarzenegger. Je moet iets van kaart halen. Ja, we gaan een spelletje doen, want het is komen. Hé. Hey. Kijk, het wordt jouw hele stiftpakket alles. Kun je ook tekenen? Yo, SpongeBob, alles. De hele bende van de ellende is erbij. Hier, we kunnen ook gewoon een wedstrijdje doen wie de meeste A4'tjes vol kan kleuren. Tekenwedstrijd. Ook wel leuk spel. Hier, krijg gewoon een mes bij. Nou, wat een gekke pakketten zijn dit allemaal. Ja, joh, leg het wel af, hè? Ja. Ik was al bezig, jongens. Zo'n snotjoch. Oeh, verse pakketten. Mucho gracias. Oeh, hot, hot, hot. Pak een beet. Holland en mijn dodder. Nice, we hebben lekkere dingetjes al, hè, bro. Oh, lekkere koekjes nog. Hey, kijk dan. Pikachu. Ziet wel lekker uit. Niet Costa Rica, maar Costa Rica. Echt, hè. Ik vind het altijd leuk in het buiten. Niet prins, maar principieel. Principieel. Ik vind het altijd leuk, al die poppetjes en zo. We kunnen Mikado spelen. Ja, dat is ook wel leuk. Dat is wel een spelletje, toch? Ja, dat is een spelletje, ja. Kijk dan, die vulling van dinosaurus. Wat jong. Choco Blanco. Hoe gaat dat ook alweer, Mikado? Wil je het zo allemaal inleggen en als het zo helemaal instort, dan heb je... Ja, je pakt het zo vast en dan laat je het los. Ja. En dan moet je inderdaad één Mikado pakken en dan mag de andere niet bewegen. En als je die pakt zonder te bewegen, dan heb je die. Mag je hem opeten. Nou, als we geen spelletje kunnen vinden, dan... Neem we die mee. Kijk dan, wat voor groot wc-papiers hier verkopen. Jezus. Jeetje. Als je heel nodig moet kakken. Ja, dit is wat een beer gebruikt als hij moet schijten. Pak je gewoon een hele rol. Zo'n grote rol, niet normaal. Hé, stok kapot is. Ga je allemaal nieuwe stok kopen hier al. Au. In één keer zegt Daniel uit het niets. Oh, dit is handig. Dat ze hier een stokken los verkopen. Waarom zo? Oh. Dit is ook echt typisch iets buitenlands van Spanje. Dit heb ik ook heel veel mensen zien doen in Barcelona. Is dat ze deze gebruiken met een vegertje. Terwijl ook mensen in Nederland zie ik dit nooit gebruiken. Deze vind ik wel echt nice hoor. Dit vind ik cool. Kijk wat ze hier hebben. WC Pino. Het is geen WC 1, maar WC Pino. Ja. Oké. Okay. Wel grappig toch? Wil je ook een flesje water mee voor onderweg? Ik neem dit flesje water wel. Dit flesje water is zo kalm. 6,25 liter bro, niet normaal. Geef voor mij 5 euro als je me in één keer at. Ja gast, dan ben je gewoon dood denk ik. Dat denk ik ook. Dan ben je kapot. Ja, dat kan je niet doen. Dat is niet goed. Dan kan je deze wel doen toch? Die is net iets minder. Die is 5 liter. Oh, ik moet echt nodig poepen. Dit is ook wel nice om in je drinken te doen, in je water. Salsa picante. Wil je dit in je water hebben? Salsa picante. Ja. Lekker? Nee joh, ik kan echt niet tegen die hete dingetjes en zo. Voor als jullie dat nu nog niet hadden gedaan, dames en heren. Knal even dat duimpje omhoog, alsjeblieft. Dit, dames en heren, is het lekkerste wat er is. Oh, shusho. Of hoe noem je dat? Shusho, denk ik.
Zo lekker dit. Oh, echt aanraden. Oké, dames en heren. We staan weer buiten bij de supermarkt. Het is nog steeds aan het regenen. En we gaan gewoon even chillen. We hebben helaas geen pakje kaarten of zo gevonden. Dat is wel jammer. Was wel even leuk geweest. Maar we hebben in ieder geval echt genoeg eten gehad. Hele lekkere broodjes en alles. Dus we gaan ons wel redden. Het licht is uitgevallen, dames en heren, door het weer. Dus ja. We moeten even met de zaklamp eventjes naar het toilet. Succes, maat. Oké, ja. Zijn er geen spoken hier? We gaan ons wel redden met de zaklampje. Oi, oi, oi. Niet normaal. We gaan even bij Daniel binnen zitten. Want het is niet te doen buiten. Want het waait ook best wel hard. Waardoor je gewoon elke keer nat wordt. Nou, zijn we binnen bij de villa van Daniel. We gaan elke ochtend heel vroeg weg. En we komen elke avond heel laat terug. Dus we hebben echt gewoon niks opgeruimd. Dit is gewoon het visplekje. Kijk. Iemand die een lekkere pizzaatje. Ja, het is gewoon net een studentenhuis. Aan het eind van de trip maken uiteraard alles schoon. Ja, dat snap ik. Dat is logisch. Nu is gewoon één opstapeling. Hier, kijk, deze. Die kunnen we vangen, toch? Met een beetje geluk. De Miha Miha. Mahi Mahi. Oh, Mahi Mahi. Ik zei de I en de A andersom. Ja. Deze zouden we kunnen vangen eventueel. Ja, zeker. Dat is wel echt sick, hoor. Ja, iedereen is gewoon een beetje aan het chillen, aan het wachten totdat we het water op kunnen. Dus dat gaan wij ook maar gewoon doen. Dames en heren. Misschien ga je het niet geloven, maar het is echt serieus waar. We zijn 3 uur verder en het regent nog steeds. Nice. Maar we gaan er toch werk van maken. Ik heb een lange broek aangekregen van Daniel. Ik heb een jas die voor de eerste paar uur waterdicht is, zegt Daniel. Daarna niet meer. Ik heb nog steeds mijn flesjes in de zonnebril en mijn petje. Dus we gaan er het mooiste van maken. Ik ga heel eventjes op zoek naar die mega lekkere churros. Of nee, hoe heet dat? Oh shit, holy shit. Oh, ik heb natte voeten. Damn, er ligt hier een plas. Dat is niet normaal. Dus mijn schoenen zijn dan niet meer droog. Maar goed, het is echt waar, dames en heren. Het gaat gebeuren. Ik heb er zin in. Ik ben samen met Sander op mijn boot. En samen met Daniel. En dan gaan we eens even kijken of we wat mooie vissen kunnen vangen. We gaan niet meteen voor de tonijn, toch? We gaan eerst voor een andere. Eerst het kleine spul vangen. Wat voor kleine spul? Wat voor vissen? Als jij elke keer zo wijst die kant op en je zegt wat voor vis, dan komt hij in beeld. Oh, bluefish, makreel. Little Tunny, ja, wat er verder wil bijten. Oké. Misschien Daniel wel. Nou, die staat nu ook in beeld. Ik ben benieuwd. Ja? Heb jij er zin in? Ik heb er zin in. Nice. Hebben we nog voor de boost zo'n klein suikercroissantje met roomboter erin? Zeker. Die kan ik niet vinden. Oh, echt? Heb je die al in de auto? Ja. Lekker man. Zin in. Ik ook. Fuxo. Deze bedoel ik. Ja. Lekker toch? Ik heb hem nooit gegeten. Nee, nog nooit gegeten. Mag ik proeven? Ja, tuurlijk mag jij proeven. Heb je echt gast? Wat? Het is helemaal ondergesoepeld. Sompeld. Hij is wel lekker. Hij is gewoon een beetje zompig. Oh, hij is heel zompig geworden. Ja, maar het is gewoon lekker. Ja, oké. Hoe kan hij zo nat zijn? De reden dat Daniel hier staat met zijn hoofd tegen de klep is niet omdat dat precies past. Maar als hij wegstapt, dan gebeurt er dit. Zijn vering of zo is kapot. Ja, of wat is het? Ja. Kijk. Die Daniel heeft ook altijd wat. 25.000 likes, krijg ik een nieuwe auto van Enzo. Nee, dat is grappig. Ik heb al nieuw besteld. Kunnen we gewoon zwemmen op de parkeerplaats, hoe vind je dat? Ja. Kunnen jullie ook gewoon vissen? Mhm. Wat heb jij voor spray? Nee. Anti-insect. Deze hebben we vanavond als we terugkomen met de boot echt nodig. Met regen. Serieus? Hoe als het regent dan juist? Ja, na het regenen. Ja, maar Daniel heeft er ook wel een paar. Ook echt een heleboel. Die best man. Om mijn nek haar. Ja, echt ziek. Nou kijk, ik ben dus heel lekker. Dus die muggen die vinden mij. Wow, in de nek inderdaad allemaal. En ook die andere kant. Zoveel Red Bull drinkt. Of, kijk dan. Energy, net heel veel suiker in doet. Ik drink suikervrij. Oké, maar thanks voor de insectspray man. Zeg ze heel snel insectspray achter elkaar. Insectspray. Gek hè? Ja, raar. Wat heb je gave broek aan? Ja, fijn. Oh, hè? Maar hier is gewoon even outfit appreciation in 3, 2, 1. Tadaa! Yeah. Ik heb er zin in, boy. Woo. Maar het wordt nog wel even spannend, dames en heren. Want die guy van de verhuur van de boten, die zegt dat het niet kan. Berry Dangeroes. Zegt hij dat dan? Nee, hij spreekt helemaal geen Engels.
Merry dangeroes. But very dangerous. Maar dan, oh, maar dan in slecht Engels-Spaans. Ja, dus hij zegt dat het eigenlijk niet kan. Nou, misschien op dit moment niet, maar misschien... Over een kwartier wel. Ja. Ja, dus ik zei al tegen Daniel en Sander en zo van... Yo, als het te gevaarlijk is of zo, dan laat maar zitten hoor. We gaan gewoon lekker het water op. Kijk, in het allerergste geval... Gaan we dood. Ja, precies. Nee, in het allerergste geval kunnen we niet gelijk uit. Maar dan kunnen we wel in de delta kunnen vissen op bijvoorbeeld ook grote vissen. Kabeljauw? Ja, echt? Oh. Dat is zo'n lekker sompig dingetje. Oh, deze is heel sompig. Het is een one bite. Ja, het zou wel kunnen, ja. Het is de elixir van het leven. Ja, ik vind het nog grappig. Ik word gewoon uitgelachen. Kijken, wacht. Kijk, nu is het nog helder. Wauw. Kan ook. De vieze handen. Mijn handen zijn zo vies. Je maakt allemaal vieze plekjes op de grond met die handen. Wow, mijn vingers. Maak een smiley. Lijkt wel een beetje op Sander. Mooi hoor. Nice man, I like it. Ik heb een lekker croissantje. Het begint al inderdaad wat mooier weer te worden. Alleen er ligt hier wel een mega grote plas. Oh joh! Oh my god! Holy shit! En nu moet hij weer terug. Dit is wel echt goed door mijn kaascroissantje trouwens. Oei, yo, gek. Maat, oh my god. Het hangt een heel stuk onderdeel om die auto. Zet je auto even op de stoep hier, ik zweer het je, dit moet je even zien. Check daar, hieronder. Check hieronder, bro. Hallo? Wat? Stop, kom water. Oh. Is kunststof? Ja, ja. Was het leuk in de auto? Het was wel leuk, maar je voelt gewoon alsof je aan het varen bent. Niet normaal zo van water. Kijk dan, een hele plaat, joh. Oh my god, wat doet hij? Echt? Ja. Nee, even serieus, zullen we de 100.000 likes doen? Nee, grafje, grafje. Oké. Okay. Niks aan de hand? Nee, het is gewoon een plastic afdekplaat aan de onderkant. Oké. Okay. Geen stress. Vond je het wel leuk? Ja. Ik ga even iets langzamer, ja. Waarom? Ik reed niet eens heel hard. Ik reed 20, 25. Ja, ja, nee, zo is eigenlijk wel beter, ja. Kijk, gewoon rustig. Maar alsof we inderdaad aan het varen zijn met een auto. Dat is echt bizar dit. Zo, niet normaal. Ah, ik heb de auto alweer gefixt, hoor. Het was alleen een plastic plaatje. Die is dubbel gevouwen door de regen. En je moet natuurlijk niet denken dat het nu is gekomen omdat Enzo mij heeft opgejut. Want als Enzo mij niet had opgejut, was ik net zo hard door die plas heen gereden. Want ik vind het gewoon leuk om de plas heen te rijden. Ja. En als ik mijn auto mee had, dan had ik ook met mijn auto zo hard door die plas gereden. Misschien nog wel harder. Ja, ik reed eigenlijk niet eens zo heel hard. Maar het water heeft wel best wel veel force. Ja, dat is niet normaal. Water is sterk. Ja, maar zijn toch vette beelden gevonden? Ja, het staat er wel vet op, ja. Maar goed, ik heb er zin in. Ik vind het ook wel een beetje spannend, eerlijk gezegd. Want ja, met die stormen, regen en alles, dan kan de zee wel heel erg ruig zijn. Het waait bijna niet op dit moment, dus ik denk dat het wel meevalt. Oké. Okay. En de wind, wat ik vertelde, de wind die draait hier continu. Dus jij heeft niet echt heel veel lengte om goed golven op te bouwen als hij niet lang vanaf dezelfde windrichting komt. Klopt dat? Dat klopt wel. Ja. Ik heb wel vertrouwen, omdat jij vaarwijs 1 en 2 en je hebt gewoon een slim koppie. Slim koppie? Ja. Een beetje zo'n gestoord Einstein hoofd, maar slim koppie klinkt wel leuker. Nee, maar gewoon dat je ziet eruit alsof je weet wat je doet. Ja. Over het algemeen gaat het ook goed. Kijk, het is wel een mooie locatie, dames en heren. Prachtig. Hoe kom ik daar? Oh, ik ben bij de verkeerde. Ik ben bij de verkeerde plank. Ik dacht al, hoe komen ze daar? Heel veel succes. Hey, thanks man. Succes, jij ook hè? Alles flex achter de rit. Let's go. Succes. Dankjewel. Nou, dan bijna let's get los hè? Kijk, deze twee hengels moeten mee. Maar we doen eerst even de coolbox. Hoppa. Yes. Nummer 2. Today is a good day to catch some beautiful fish. Aye aye, captain. Hoe ga je dit ding starten? Kickstart? Nee, hij moet zo aan het touwtje trekken, maar het zit onder water. Oh, dus Daniel zit nu in het water. Nou ja. Gelukkig niet. Oh, dikke 115 pk onder de poepet. Kijk dan wat ze voor aasjes ze allemaal hebben, joh. Echt ongelooflijk. Wat is dit voor speedboot aas? Kijk dit dan. Dit is zo'n plopper of zo.
Ja, het ziet er hier allemaal net even wat anders uit dan in Nederland, hè? Ja, zeker weten. Hier heb ik nog niet mee gevist in ieder geval. Maar we gaan het meemaken. Dames en heren, dit stinkt zo erg. Dit is echt niet normaal. Maar dit zijn dus sardientjes. Ja, en makreel en weet ik wat allemaal. En hoe gaan we dat aanpakken? Wat is het plan? Dan knippen we ze ook nog allemaal in stukjes. Daarom rook ik zo erg naar die vis, want dan komt dat spul dus wat op de hele boot zit eruit. Oké. Okay. Dat gooien we erin, daar komen ze op af. En dan doen we zo'n sardientje aan de haak en dan hopelijk... Ga je niet overboord? Ja, die vis die schijnt zo sterk te zijn. Dat als je niet oppast en niet echt precies helemaal weet hoe het moet of wat je doet. Of geen ervaring hebt. That's me. Dat je misschien wel eens even lekker een duikje gaat nemen. Maar daar gaan we niet van uit. Even kijken. Wat moet ik hier met de touw doen? Gewoon zo? Hop, klaar? Ja. Oké, dan is hij losgekoppeld. Kunnen we knallen? Knalpower. En kunnen we nu met die andere guys praten? Ja, snappen dat ding niet helemaal. Dus als er paniek is en we hebben hulp nodig, wie schakelen we dan in? Iedereen kan ons horen, zeg maar. Echt? Ja. Dus ik kan wel een paar keer knalpower.nl zeggen via dat ding. Ja, dan weet je zeker dat je aangehouden wordt als je dat doet. Echt? Ja. Je het beter niet doen. Oh, mag ik geen reclame maken op de intercom? Ja, niet op het kanaal waar we niet nu zitten. Niet op het noodkanaal, zeg maar. Oh nee, zo bedoelde ik het ook niet. Ah, oké. Okay. Nee, nu niet meer. Nee, nu niet meer. Oh, kanaal 16 is dus noodkanaal. Ja, en dan 72 is ons funkanaal. Oké. Oké, is goed. Discord. Discord, ja. Nou, dat is de andere boot, dames en heren. Ze hebben ook een paar hengels. 3 man sterk. Kijk eens. Dus we hebben Simon in blauw. We hebben Fernandes in het groen. Fernandes, en we hebben Alec met lange haren. Woehoe! Yeah! Woehoe! Oh my god, check die golven! Woehoe! Wajo! Wajo! Ja? Wajo! What? What the fuck? Dit valt echt wel mee, man. Echt? Ja. Hebben jullie het al erg gehad? We hebben het heel erg gehad. Serieus? Ja, maar dit zijn even de vieze korte golfjes. Wow, gast! Hey, beter overleven dit, ouwe. Dat had mij nog niet leuk gevonden. Dat denk ik ook niet. Kijk dan, maat. Oi, 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 maat. What Hoppa. The fuck? Hoppa. Holy shit, gast. Oh my god. Oh Hoppla. My god. Hopla. Maat, ik heb helemaal kriebels in mijn buik. Ja, maar dat gaat zo wel weg. Je raakt zo meteen naar gelin. Oh. Ik zit er gewoon elke keer wheelies te doen met de boot. Ik vind het echt niet leuk, hoor. Dit moment denk ik echt, waarom doe ik dit? Maar weet je wat zo mooi is? Maar mensen denken altijd, zeggen ze, ja, vis is geen sport. Maar kijk dit, jongen, we gaan gewoon bijna dood. En dan, What the fuck is dit? Hij zegt eerst, het is oké. En daar zegt hij, ja, sommige mensen zeggen, vis is geen sport. Maar kijk dan, we gaan gewoon bijna dood. What the fuck? Daniel. Ja. Daniel. Ja. Ja, Daniel! Ja, kom maar goed. Ze zijn hier wel keihard aan het jagen, misschien kunnen we even leervis vangen. Wat? Ja, doe maar even leervis vangen. Holy shit, mensen, waar ben ik aan begonnen? Echt, what the fuck. Myron, ik hou van jou. Kijkers, ik hou van jullie. Serieus, shout out naar jullie. Hij is echt helemaal gek. What the fuck. Ik hou hier vast van mijn leven en hij staat daar een beetje lollig te doen. Oh mijn god. Maat, kom maar weer terug. Het staat erop. Kom maar terug. What the fuck, gast. Je moet gewoon jezelf denken dat je een gimbal bent. Ja, gewoon een beetje mee bewegen. En maak je het leuk. Alleen nog maar een beetje bang. Zo lach je van, ik ben niet leuk. Je moet het leuk maken. Anders dan zit je de hele tijd te irriteren, toch? Nee, hey, ik maak het ook leuk. Zal ik het proberen? Ik heb in mijn broek geplast. Dat was best leuk. Dames en heren. Halleluja. We hebben het overleefd. Ongelooflijk, wat een ritje was dit, zeg. Dit is de meest helse rit die ik ooit in mijn leven heb gehad. Ik hoop dat ik hem nooit meer hoef te ervaren. Ja, ik moet wel zeggen, even chapeau voor Sander. Die is nu vis aan het knippen, maar die heeft echt lekker gevaren. Goed, het is alsnog wel een beetje golfjes hier en daar. Of op zich wel beste golf alsnog. Je ziet het aan die boei. Gaat wel aardig heen en weer. Maar goed, we hebben het gered. Ja. En Daniel heeft hier een monsterhengel. Waar straks een monster tuna hopelijk aankomt. Ja, hier, moet je dit even. Ja, ik heb hem vast. Ja, dan ga je nu heel hard eraan trekken alsof ik een tuna vast heb. Oh, gast.
Oh joh, oh, gas. Oh. Oké, dus hij is nu een blauwe soort van touw is hij aan elkaar aan het knippen. Daar doet hij een tapeje overheen die waterbestendig is. Want anders zien ze dat blauwe touwtje. En als dan die tuna een ruk geeft, dan gaat dat touw gaat uit elkaar. En ja. Dan komt de tanden in het touw. En dat zorgt ervoor dat de lijn niet kapot kan gaan. En dat je de vis naar binnen kan halen. Ik snap het al helemaal. Ja, dat is wat ik uit heb gelegd. Zo, nu kom ik er niet meer uit. Ja, juist, dankjewel. Maar met zo'n klein haakje vang je zo'n monstervis. Dit is een tonijnhaakje. Dit is een speciaal haakje wat precies goed blijft zitten. In zijn mondhoek. Deze is ervoor gemaakt dat hij precies in zijn hoekje van zijn mond komt. Kan hem dus en niet inslikken. En dan kan hij hem ook niet doorbijten. 2-in-1. Oké, en wat ga je nu doen? Ga ik het mondje van de sardine even open doen. Dit is een sardine. Dit is een hele vettige aasvis. Die vinden ze heel lekker. Die ga je aan de haak doen. Ja. Dus nu heb je de haak hier in deze vis verstopt. Oh, ga er even bij zitten. Dus nu heb je de haak in deze vis verstopt. Ja. En als we nu daarmee gooien, en dit is allemaal legaal, hè, dit mag. Ja, zeker. Wij doen geen legale partij. En nu zinkt hij gewoon rustig naar de bodem. Ja. En hoe lang duurt het voordat deze op de bodem is? 20 minuten. Serieus? Ja, het zinkt heel langzaam. Zo, dat duurt echt lang, ja. Ze pakken hem niet bij de bodem. Nee, de tonijnen, het is hier 40 meter, de tonijnen zwemmen op 30 meter ongeveer. Daarom gooien we al die stukjes erin. Ja. Dat ze zo, zien ze dat, en dan volgen ze het goed het spoor helemaal omhoog. En dan pakken ze jouw visje ook. Ah, dus nu doe je... dit heet dus chimmen, dat lokaas. Chimmen. Ja. Dat krijg je allemaal aan de... Nou, daarom rook het zo gigantisch naar vis bij ons staan. Het stinkt heel erg. Dat heb ik elke dag gedaan. Ja. Hier, maat! Pak je hengel. Heb je beet? Is goed. Is hij los? Ja, we hadden beet, maat. Oh mijn god, er was gewoon al beet. Ja. Zo snel kan het gaan dus. Ja. Holy shit, gast. Kijk dan, de hele vis weg. Zo snel kan het gaan. Wat? Dus ik denk dat jou zo meteen gewoon lekker met de hengel in de hand gaat laten staan. Oké, dus geef me de hengel en de instructies. En dan heb ik straks, als het goed is, de sterkste vis ter wereld aan de lijn. Nou, we hadden hem al. Tenminste, Daniel heel even. Ik moet zeggen, ik moet er echt even een beetje bij komen. En ik ben soms ook aan het denken van, als ik nu zeeziek word, ben ik echt de lul. Ja, maar daar moet je niet aan denken. Maar daar moet je dus niet aan denken, inderdaad. Ik moet nu gewoon lekker genieten van het weer. Genieten van mijn nieuwe petje, mijn nieuwe zonnebril. Lekker viben. Helemaal mooi weer. Maar maat, als je net niet ziek bent geworden, word je het nu ook niet meer. Het is half zo erg. Ja, dat is waar. Het is wel minder erg. Het is de helft. Maar alsnog wel erger dan normaal. Maar goed, we gaan het fixen, oké? Oké, dames en heren. Het is dus serieus alweer feest. De tweede tonijn zit eraan. Eerst was ze dus af. Daniel die staat daarvoor op de boot. En we gaan nu Sander laten varen richting de tonijn. En nu is het gewoon een gevecht en kijken wat voor tonijn het is. Ja. Jij wil het even aankijken? Ja. Ik check de volgende. Nee, ik wil die aanbeet krijgen als ik de hengel vast heb. Holy shit, wat een monsterplek. We liggen hier echt nog maar net. Echt nog maar net. Is dit een goede knoep? Denk je of niet? Dat is altijd een beetje nu nog in. Ah! Holy shit. What the fuck, gast. Nu is Daniel de hele tijd aan het drillen. Dus dat houdt in dat hij elke keer een paar slagen doet. En dan haalt hij hem omhoog, een paar slagen omhoog. En dat riedeltje de hele tijd. Als de vis er vandoor gaat, dus echt door de slip heen zo... Dan, zoals dit, dan kan je hem niet binnenhalen, want dan heeft het geen nut. En nu heeft hij zeg maar al het werk voor niks gedaan. Alles wat hij net omhoog haalde, dat gaat er nu weer vanaf. Hij is ook ver weg nog hoor. Hij zit echt... Ja, maar hij haalt nog vijf. Daniel haalt hem niet omhoog, hij draait alleen wat lijn binnen. Dus ja. Als je recht onder de boot, dan pas wordt het echt kut. Dit is nog leuk. Oh my god. Maar inderdaad, die aanbeet moet je zelf hebben. Dat is het vette moment. Ja. Holy shit, die slip blijft maar gaan en gaan en gaan. Realiseert je wel Enzo, hè? Als het echt een hele grote is, dat jij straks ook gewoon hebt. Ja joh. Dus hoe lang gaat dit duren denk je? Dat weet je niet. 10 minuten denk je? Serieus? Ja, hij is denk ik 40, 50 kilo. Nou, hij heeft hem nog niet onder de boot. Het lijkt allemaal alsof hij hem heel snel binnenhaalt, maar hij is nog niet echt onder ons. Oh nee, nu. Nu wordt het vervelend. Hoezo wordt het zo vervelend als je onder de boot zit dan? Omdat hij gaat op zijn kant, dan gaat hij alleen maar rondjes zwemmen. Dan ben je hem zo zijwaarts omhoog aan het proberen te trekken. En dan is hij, kijk, dan is hij maximaal sterk. Je ziet al, de snelheid is er heel snel uit. Wat ziek, hè? Niet normaal. Nu wordt het, dit is het punt waarbij je denkt van, oké, ik mag gewoon weer stoppen. Maar hoeveel kilo... Weet je niet. Ik denk 40, 50 kilo deze. Niet extreem groot. En hoe hard kan zo'n vis zwemmen? 60. 60 kilometer. Dus serieus? Wat? Oh nee. Ja. Oei, daar gaat de lijn weer. Heb je net weer een paar meter gewonnen en dan denkt hij... En dan gaat hij naar beneden. Kom aan Daniel, kom aan. Kijk hoe krom die hengel gaat, dames en heren. Het is geen grote, 15 meter. Man. Kijk dan, het is niet normaal hoe krom die hengel gaat. Echt absurd. Kan je hem bijna zien? Kan je hem bijna zien hier? Ja, hij is er al hoor. Ja, ik kan hem zien zo. Serieus? Ik zie hem nog niet. Ja, ik zie een schimmer daar. Oh my god, ik zie daar, kijk, zie je die blauwe vlek mensen? Ja, hoor, dat is hem. Hij heeft de handschoen al aan, Sander. Hebben. Heb je hem? Ah, bijna.
goed. Kijk, kijk, kijk. What? What the fuck, gast? What the fuck? Oh my god. What the fuck is dit, gast? Ja, is het een tonijn? No way. Ja, is een kleintje. Dit is een kleintje. No way. Ja. Oh my god. Blijf weg. What the fuck? Wow, gast, pas op, man. Wat zie ik, gast? Gast. Is dit een mini? Een baby. Ja, dat valt wel mee. What the fuck? Ja, dit is 45 kilo of zo. 50. Kan ik wel gewoon aanraken? Ja, zeker. What? Vet, hè? Oh my god, kijk mijn hand. Hand raken. Ja. Kijk dan. What? Zo, dit is niet normaal, man. What the fuck? Oh my god, gast. Dit is hem? Ja. What the fuck? Sick, hè? Niet normaal. Nou, dan moet ik meteen snel weer terug. Nou, overleven niet lang boven water. Hup, gaat ie. Wow. What? Hij deed een salto. Wow, gast. Ja, moet hij zo snel weer het water in? Ja, hij mag ongeveer een minuutje eruit. What? Ik ben trots, man. Lekker gast. Zo, niet normaal. Nou, 10 minuutjes. Oh my god. Zo, ik hoop dat die van mij 5 minuten is, man. Gast, als ik... Zonder zijn record 6 minuten 45. Oh my god, als ik dit zo zie. Wow, ik moet even zitten, man. Maar als je pech hebt, duurt het ook 2 uur. Wel een maat. Oeh. Wat maak ik je mee. Vind je vet? Dit is de grootste vis die ik ooit heb gezien. Ja, ja. Maar jij gaat een grotere vangen. Dit is echt de kleinste die we vangen. Ja. Oh, had ik deze maar gehad. Het kan alleen maar erger zijn. Zusje dus. Er ook. Of broertje. Ja, twee keer zo groot is, ja. Wat vond je hiervan, oprecht? Wauw, ja, dit, ik kan het niet geloven, man. Ik denk serieus, als ik later thuis ben en ik ga dit kijken, dat ik dan pas denk van, wow, dat was echt heftig. Wat een vette feest. Op dit moment ben ik echt een beetje in shock. Een beetje flabbergasted. Ik ben echt in shock, denk ik. Ben ik hier echt, weet je wel? Nu ben jij in de beurt, man. De storm getrotseerd en nu komt de storm aan de hengel. De storm, de stoomlocomotief. Zo, ik vind het een beetje spannend. Ik ben echt een beetje in shock, mensen. Ik weet niet wat ik zojuist gezien heb. Hij is er een beetje stil van. Ik ben er echt helemaal stil van, ja. Het is een slijmpje van een tonijn op je scherm. Oh ja, ik zie het, ja. Ik kan het er niet van uitvegen. Ja, die krijg ik helemaal niet goed schoon. Daar gaat hij, dames en heren. Ik pak de hengel. Wat moet ik doen eigenlijk? Ja. Een stukje draaien, een klein stukje opdraaien en dan mag je hem een meter of 5 gewoon die kant op gooien. Beugel open en dan laten we even een klein beetje, geef je mij even je topje, trek er een klein beetje lijn uit. En dan trek er steeds sterks een klein beetje lijn uit. Laat hem langzaam laten zinken. Hij zinkt bijna recht naar beneden, dus dat is mooi. Ja. Ik ga deze naar beneden doen, dan kan je lijn opbreken. En dan nu moet ik gewoon wachten. Ja, ja en dan straks als hij diep genoeg is, dan doe ik je beugel dicht. En dan, ja, dan voel je het vanzelf wel. Klaar hoor? Ik vind het wel een beetje spannend, dames en heren. Snap ik. De sterkste vis ter wereld. Ja. Die gaan we nu vangen. Ja. Dames en heren, ik ben op dit moment op een boot, hier, op zee. En ik ga vissen op de sterkste vis ter wereld. Het is een blauwvintonijn. En die vis kan 60 km per uur zwemmen. En die geeft een ruk op mijn hengel als hij eraan zit. Dat is te bizar voor woorden. Althans, dit is mij verteld. Ik ga het nu meemaken, zelf, hier, op zee. Ik ben heel erg benieuwd. En ik neem jullie... mee. Let's go! Kom maar op met die vis! Let's go! Boom! Hype, 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 hype! Woe, woe. Ah! Come on dan! Er ligt best veel lijn op het water hoor. Ja, hij heeft hem, hij heeft hem. Ja, ik heb hem, ik heb hem! Ik heb hem, ik heb hem! Ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem! Oh, 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 oh! Oh ja, ik heb hem goed vast. Oh my god, deze vis. Holy shit, holy shit! Lekker maat! Wat? Dit is niet normaal, deze vis. Ja. Lekker maat. Eerste tonijn! Ik haal hem binnen, jongen, deze bad boy. Kijk, kijk, kijk. Kijk dan. Hij zwemt deze kant op. Hij zwemt deze kant op! Nee, hij is hier niet af. Hij zwemt deze kant op. Kijk eruit, kijk eruit. Oh, ik ben alles er kwijt. Ja. Hey, hij zwemt deze kant weer op. Ja, ja. Kijk hoe fijn dit is. Gratis meters. Gratis meters. Ja, dit is top, maat. Oh, dat is top, top. Ja, dit is super. Dat is echt super nice. Kijk. Oh, we zitten richting de boot. Korte pompjes, ja, perfect. Korte pompjes gelijk bijdraaien. Korte pompjes gelijk bijdraaien. Je doet het echt super goed. De kaars is echt wel goed, ding. Ja, hij is helemaal gek. Deze tonijn komt zich gratis aanbieden voor jou. Woehoe, let's go, Sander. Lekker, maat. Jij kan hem even een beetje schoudermassage geven ondertussen. Ja, doe maar even. Oh, kijk, 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 daar gaat hij weer. Ja, kom. Lekker, gast. Dit hoort wereldrecord tonijn binnenhalen. Ja. Oh, maar, nooit. Toch niet. Ja, ja, komt weer. Workoutje. Oh, wat een kanon dit. Doei. Doei, joh, gek. Alle
alles wat ik binnen heb gehaald is weer weg. Niet normaal. Dit is toch mooi, man? Dit is echt niet normaal. Vind je het leuk? Ah, ja. Ja, nog wel. Ik vind het echt fucking vet. Ja, nice, man. Wacht maar toen je hem zo meteen op schoot hebt. Dat is pas vet. Gaan we een dikke foto van je maken? Ah, ik ga hem helemaal alleen binnen houden. Ja, dat gaat je lukken. Ook al bijna. Ja, ik zie kleur, ik zie hem al. Ja, yeah. Dat is niet normaal. Dit is echt ziek. Kom maar, baby. Het is de pomper. Ah. Lekker, maat. Kom op dan. Wie is de sterke, jij of ik? Kom op dan, zwem dan. Lekker, maat. Boom, baby. Lekker, gast. Kom op dan. Hou die helemaal goed vast, hoor. Hij is heel druk, hij is heel druk. Hij is heel goed vast. Het is echt een grote vis, gast. Kom, Sander, het is nu aan jou. Ik heb hem al gevangen. Ja. Als hij het hard trekt, dan moet ik loslaten. Zet de slip even open. Oh, lekker hè, dat spettertje. Kijk hem, wat een kanon. Wat een kanon. Woe, oh. Lekker, maat. Ah. Hey. Kom op, drillmachine, je kan dit. Ik wil er straks nog een vangen. Ja, dat is goed. Let's fucking go, man. Ik ben hyped. Boom. Adrenaline, hè? Wow, niet normaal, gast. Ik ben helemaal back in the game. Hij heeft hem. Holy shit, gast. Holy shit! 1, 2, 3, dag 3. Haar op je knie. Niet doen, niet doen. Je bent lief. Hij moet weer terug. Ja, hij moet terug. Hij moet terug. Wow, kijk dan! Andere hand eronder. Twee handen eronder en over de rand. Ja, op rechts. Ja. Kom op. Hup. What the fuck, man? Lekker, gast! Holy shit. Lekker, gast. What the fuck? Een klein beetje water op je lens, maar het is nog te zien. Gast. Oh my god, gast. Niet normaal. Hoe vet was dit? Ik wil nog geen vangen. Ja, wat gaan we doen? Let's go. What the fuck? Ze worden nog heel veel groter dan dit, hè? Lekker, Sander. We gaan er gewoon nog een vangen. Wow! Deze keer vechten doen we met de hengel, niet met Sanders vingers. Echt, hè? Oei. Hé, hey, maat. Oh. Je hebt gewoon een tonijn gevangen, gast. Woo! Vet, mannen. Heel nice. Let's go! Woehoe. Dames en heren. Ronde nummer 2. Daniel die heeft nu de hengel vast. Sander die is aan het knippen. Ja, ik zag hem. Ja. Fucking groot. Die is heel groot. 300 kilo. Wow. Oké, dan gaan we, dames en heren. Die is groot. Die groot heeft hem. Dicht. Die groot heeft hem. Nee, niet meer. Oh my god. Ja, ik zag er weer een. Fucking groot. Holy shit. Dat ding is 2 meter. Wat dit is kermis, jongen. Wauw, je ziet gewoon die tonijnen elke keer komen. Oké, dan gaat hij, dames en heren. Dat was het aasje wat je zag gaan. Die heeft Daniel erin gegooid. En elk moment kan er een tonijn op. Ja, hij heeft hem. Beugel dicht. Draai. Ja! Deze is, dit is een grote jongen, denk ik. Oh my god, ik zag hem gewoon pakken. Kijk die slip gaan. Dit is wat je wil. Oh my god. Dit is het, jongen. Zo, dit is wel een grote jongen, hoor. Ik kan heel veel lijn inhalen, want hij was heel ver weg. Hij was echt heel. Hij is nog steeds heel ver weg. Kijk waar je lijn helemaal loopt. De vis is bijna in Timbuktu. Misschien gaat hij ook nog wel op bezoek bij Timbuktu. Zal ik jou vanaf nu Enzo de drillmeister noemen? Ja, drillmeister. De drillmeister. De drillmeister van de zee. Ja. Ja, de Dutch drillmeister. Enzo de Dutch drillmeister. Ik ben een drillmeistermachine, jawohl. Ja, kom maar hier naar de sterkste tonijn. Ik wil hem zo graag zien over een half uur als dat ding er nog steeds aan hangt. Ja, dat was best wel groot volgens mij. Dit is wel een pomper. Dit is wel een goede pomper. Deze geeft meer fight dan die vorige. Zo, zeker weten. Maar deze was ook gewoon gelijk. Kijk hoe ver we van die boei liggen. We liggen 500 meter van die boei, hè? Echt? Ja. Yo, inderdaad. Deze is wel aardig aan de haal gegaan, zeg maar. Als we waren blijven liggen bij de boei, hadden we geen lijn meer gehad. Pompen, jongen! Pompen! Wie ben je ook alweer? Ah, ik win de Dutch drillmeister. jongen. Ik wil geen zeggen. Lekker, man. De Dutch drillmeister. Wauw. Kijk hem. Maat. Kijk hem. Gaan, nou, hoor. Lekker. Deze is ook weer zo druk. Ja. En zo, die vangt ze veel te snel. Oh, er zit een haak in zijn kont. We zijn eerder gevangen. Nee, hij is vals gehaakt door iemand per ongeluk waarschijnlijk. Kom op, nu is hij jou, maat. Ja. Heb je hem? Kijk, drillmeister is realistisch. Wow. Heb je hem? Ja. Wow. Oké, volg ons. Hopla. Deze is wel. Wow. Ja, deze. Perfecte afsprong. Lekker. Wat een team effort weer. Ik lette mijn vinger, jongen. Hij viel op je vinger. Ja, oei, een blauwe nagel. Maar dit is wel ziek, maat. Numero dos. Numero uno en numero dos. Si. Woo. Woo.
Drie tonijnen in de boot. Ja, la la la. Niet normaal. Echt niet normaal. Holy shit. We gaan nummer 4 van. Die Enzo die gaat veel te goed af. Dus nu wachten we op die hele grote. Ja, ik heb 2 gewoon goede. En dan zit je hier vanavond in het donker nog. Goed? Oi, oi, oi. Dames en heren, wat maak ik hier mee in het prachtige Spanje. Ja, van die storm is niks meer te merken, hè? Echt, hè? Dit is heerlijk. Genieten. Super. Lekker, man. Letter G. Let's go, nummer 3. Lekker, maat. Woo! Maatje. Hey, maat. Dit is toch een partij. Even afspoelen. Even fatsoeneren. Ik ben mezelf even aan het fatsoeneren. Ja, even zo. Zo, dit is echt mijn nachtmerrie, dat ik hierin terecht kom. Hé, hey, maar hoe sick is dit, man? Dit is niet normaal, gast. Holy shit, dit is echt niet normaal. Maar kijk dan, wat voor prachtige plek we zijn. Ongelooflijk. Ik vind het wel echt bizar, hoor. Echt niet, hè, bizar. Ja. Ja, dit is wel echt genieten. Ja, was het wel waard. 100%. Het stormritje ook. Ja, 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 nu achteraf vond ik het wel kicken, maar ik scheet me wel dood, hoor. Ja, maar dat is toch goed. Ik vind het altijd wel belangrijk om mijn gevoelens eerlijk te uiten. Omdat jullie dan misschien nog meer meekrijgen wat ik hier voel en beleef. Maar holy moly, die rit was echt rete spannend. En het vangen nu is echt ook echt een adrenaline kick. Dat is niet normaal. Maar heel vet, echt heel vet. Dan gaan we terug in de boei. Ja. Gaan we voor numero 3. Nee, 4. 4. Ja, 4 voor in totaal. Zie. Ja. 3 voor moi. Dames en heren, het is weer raak. Het is prijsschieten. Elke prijs die je vangt mag je weer netjes terug doen. Altijd prijs bij Enzo's prijzenparadijs. Oké, ze worden helemaal loco. Ze worden helemaal loco, want zie je al deze streepjes? Dat zijn dus weer tonijnen. En kijk, dit is één. En deze is heel erg... Ja, er zit eentje 10 meter inderdaad hier zo. Het klinkt vast niet zo raar als tegen mensen zeggen, ja, die streepjes worden er helemaal gek van. Dan denken ze echt dat we gestoord zijn of zo. Ja, ja, je wordt gek eigenlijk van die streepjes, want dat is tonijn. Ja, nu is Sander weer aan het chummen. Dat betekent dus dat hij aan het voeren is. Hij gaat bijna dood, terwijl hij dat doet. Hij raakt even zijn balans kwijt. En als je goed kijkt naar die stukjes aas, dan kan het zijn dat ze weer naar boven komen. Wel echt heel bizar, hoor. Je ziet ze gewoon die stukjes aas beet nemen. Heel bizar. Nu is Daniel helemaal hyped en nu gaat Daniel er even eentje vangen. De eerste 2 vissen die ik heb gevangen, die zijn ongeveer 55, 60 kilo. Dus nu probeert Daniel een keertje een hele dikke unit binnen te halen. Van hoeveel kilo? Ik hoop 100 kilo plus. 100 kilo plus? Ja, ik hoop een beetje die zwaarder is dan ik zelf. Wow, dat zou wel meesterlijk zijn, gast. Ik heb nu 85 ongeveer. Nou, is makkelijk. Dankjewel. Joehoe, 3 meter, gast. Dat ding is fucking 3 meter, gast. Jezus. Dat ding is zo groot als de boot. Dat ding is net zo groot als de boot, gast. Echt? Ja, dat... Holy shit. Oh my god, ik zag hem. Die wil niet eens haken. Oh, daar gaat hij weer. Dit is niet normaal. Haak hem. Holy shit. Haak hem, gast. Dit is niet normaal. Om haken? Nee, ik weet het niet. Oh my god. Als we deze normaal haken... Gooi wat meer, gooi wat meer. Ik doe mijn arm hier in het water. Ja, hier, nu. Holy shit. Oh my god. Ja, maar deze willen we eigenlijk echt niet haken, hoor. Maat. Dit is weer echt even zo'n besefmomentje, dames en heren. Kijk eens eventjes hoe prachtig dit is, hè. Sowieso de hele achtergrond hier zo. Kijk hoe bijzonder dit is. Kijk dit op de achtergrond. Toekomstige Enzo, als je dit kijkt, ik weet zeker dat je dit kijkt met een dikke glimlach op je gezicht. Kan wel zijn dat je dan croissantjes tussen je tanden ziet, maar het croissantje was lekker. En check eens eventjes, geniet ervan. Bizar. Kijk dat licht. Kijk hoe mooi dat is. Daniel die gaat er eentje vangen. Binnen nu en een paar minuutjes. En nu ben je aan het wachten, Daniel, totdat ze naar boven komen. En dan... Gaat dit hapje. Kijk, zo'n heel klein haakje. Heel klein, heel sterk haakje. Ja. En dan gaat dat aasje gaat zo... Dat is een soort veertje dat in de lucht zo naar beneden valt. Ja. Een beetje mijn zo. Hoe en dan heb je hem. Oké. Oké. Nou, nu is wachten totdat ze zichzelf laten zien. Tonijntje, waar ben je? Oh, ja, ja, ja. Ja. Wojo, 7 meter. Kijken of ik ze kan spotten samen met jullie. Yo, dat was hem. Ik zag hem. Hele grote. Ja, was een grote. Daniel, wat is zojuist gebeurd? Ja, we hebben een tonijn gehaakt, maar deze tonijn doet heel raar. Hij blijft recht onder de boot vechten. Volgens mij nog niet echt door dat hij echt gehaakt zit. Lekker hoor dit. Zo nice. Vang de een naar de ander, dat is echt bizar. Ongelooflijk. Sander zit hier rustig broodje te eten. En Daniel zit hier te vechten voor zijn leven met een tonijn. Nou, lekker hoor dit. Ja toch? Lekker hoor! Deze is wel aanzienlijk groter dan wat we net vingen. Ja, is deze groter, ja? Hé, hey, lekker. Misschien heb je de grootste vis ooit dan. Dus, nou, even wachten totdat je kan binnenhalen. No hands. Daniel zegt dat dit een vis is die best wel eventjes kan duren. Dus ik ben benieuwd, dames en heren. Hij is nu, ik denk, kleine 5 minuutjes bezig. En dat wordt alleen maar meer. Maar het gaat helemaal nog blijven, hoor. Kijk, daar gaat hij al. Kom op, Daniel. Kom op, man! Hoi! Hoi! Kom op, Daniel! Daar komt hij! Wow! Zo, kijk die blauwe streep! Wat? Hé, zelfmatig. Ja, wat blokkeert hij? Oh my god! Kijk dan. Kijk, daar gaat hij! Haha, daar
dacht je dat je hem had? Maar zeker niet. We beginnen weer opnieuw. Zo. Sander, word je weer lekker nat? Ja, hij heeft een parasiet in. Zo! Kijk dan, wat een vis, hè, dames en heren. Oh, wat een smek, hè. Lekker, je hebt hem, Sander. Kom op, man. Kijk dan, wat een vis, hè. Dit is echt een kleintje. Echt? Ja, dat is 30 kilo of zo. Oh my god. Kijk, hij heeft allemaal van die wormen. Oh, hij sloeg je bijna in je dik, Sander. Ja, dat was bijna gekastreerd. Dat was close call. Dames en heren. Een tonijn. Een tonijn. Een prachtige tonijn. Het van is ongeveer 30 kilo. Hij gaat mooi terug. Niet normaal. Joep. Oh my god. Woo! Let's go! Nummer 4. Zie. Nummer 4 alweer. Dat is niet normaal. Dit. Lekker. Zo, maar dit heb je snel gedrild, hoor. Ja, maar dat was ook wel de echte kleinste. Die van jou van net was 2 keer zo zwaar als deze. Ja, dat is niet alleen de kleinste, maar het ook allemaal gekke dingetjes. Ja, was net een beetje verzwakt, deze. Ja. Yo, lekker gedaan, maat. Ziek, heel ziek. Kunnen we er nog één vangen? Ja, ik wil er nog wel één vangen, hoor. Ja? Let's go! Let's go! Man. Lul. Heb ik die grote? Ja. We gaan hem binnenhalen. Maat, what the fuck? Hey, we moeten snel zijn. Gast, gaan we dit echt proberen? Laat maar dit is de 200 kilo vis. Draai. Oh. Ja, de slip staat wat strakker dan net. Dus het trekt wat harder ook. Maat. Wat is er? Ah. Wat is er, maat? Oh. Hij staat wat dichter, hè? Oh. Ik weet niet of ik hem kan. Wat? Ben je serieus of niet? Oh, ja. Kun je helpen, of? Mensen, twee handen. Gestrekte armen, twee handen hier. Zet hem hier, Lies. Twee handen hier. Zo. Ja. Varen. Ah. Holy shit, gast. Draai. Gaat niet goed. Nee, dat klopt. Maat, we hebben bijna geen lijn meer. Je moet er achteraan. Draai. Alles wat je kan hebben, draaien. Ja, goed zo. Draaien. Goed zo, draaien. Dat gaat helemaal goed. Draaien, jongen. Draaien. Goed zo. Mooi. Dit doe je goed. Draaien. Dit doe je goed. Goed zo. Meters winnen. Elke slag is 1,30 meter. Goed zo. Lekker maatje. Maat. Dit is de echte. Yo, shout-out naar die hengel, man. Die is sterk. De hengel is denk ik iedereen helemaal sterker dan jij. Oh, die is helemaal heet. Oh, hij is eraf. Moet je voelen hoe warm die molen is. Oh, ik ben blij dat hij eraf is. Ja, dat is ook niet erg. Moet je voelen hoe warm de molen is, op de spoel. Niet normaal, gast. Het staat gewoon in de fik. Nou, draai maar binnen. Ik denk dat hij de haaklijn heeft doorgebeten. Of hij is losgeschoten. Shit. Zo, dit was een kanon. Dit was de vis die je nooit meer vergeet. Kanon, gast. Oh mijn god. Alsof we serieus gewoon een stuk beton van 1000 kilo aanzetten en dan gewoon naar de bodem zakken. Er zat gewoon iemand aan met een scooter. Ja. Een kleine auto, denk ik. Ja. Holy shit, gast. Oh, mijn onderarmen staan ook in de fik, jongen. En moet je nagaan. Dit was 4 minuten, hè? Ja, heel intens. Ja, niet normaal. Als je dat eruit moet halen, duurt het gewoon 2 uur. Zo. Ja. Ik ben bij. Ja, zeilde net dus een vis van 200 kilo, die vriend van mij. Maar die zijn ook wel echt de hele tijd bezig geweest dat wij in die 4 vissen hadden. Ongeveer. Ja, klopt ja. Ja, ik heb liever 4 vissen dan 1 zo'n unit, ja, denk ik. Ja, vangen niet, maar eraan hebben wel. Holy shit, kijk hoeveel ik weer aan het binnenhalen ben, hè, mensen. Dat is 100. Niet normaal. Hij was heel ver weg. Oh, kijk hoeveel lijn er weer op. We hebben zoveel mazzel eigenlijk dat hij is losgeschoten. Ja, dat maar denk ik ook. Ja. Ik wilde je dit wel even laten voelen, dus ik ben er wel blij mee. Nou, dan gaan we zo lekker terug. Gaan we lekker eten? Niet normaal. Verslagen door een vis. Ja, ik ben verslagen door een vis, ja. Ja, toch 2 dikke knoep hetzelfde eruit gehad. Ja, man. Hey, jij ook 2 dikke knoep. Alle respect. Knoepen. Ja, lekker, man. Echt heel nice. Echt nice, hoor. Thanks hiervoor. Ja, nou ja, superleuk dat je langskwam. Zeker we gaan even lekker eten. Sander staat ook te genieten, jongen. Ik vind het wel mooi om hem gewoon helemaal stuk te zien gaan. Wat is dit? Ja, hij heeft hem doorgebeten. Nee, afgeslagen met start. Kijk maar, hoe lang je fluur nog is. Hij heeft hem afgebeten. Zijn bek is gewoon zo breed geweest dat hij gewoon helemaal buiten het lijntje is geweest. Ja. Ziek, gast. Niet normaal. Maar ja, we hebben hem weer binnen, Dengel. En we hebben de lijn nog. Ja. Is ook wel fijn, toch? Ja. Wat bizar was dit. Ergens was dit beter dan nu nog 2 uur. Ja, want het begint ook donker te worden. Dus wat dat betreft. Kijk, gast. Kijk eens even die zonsondergang, hè. De zonsondergang is prachtig. Kijk eens eventjes. Heel mooi dit. Echt heel mooi. Ongelooflijk. Geslaagd, Achie? Dit was echt geslaagd. Ja, dit was echt zo ziek. Ik dacht toen ik op bed lag, want ik ging heel even een uurtje slapen bij Daniel, omdat het toch alleen maar regen en onweerde. Toen dacht ik van wow, dit gaat niet meer goed komen. Het is alleen maar regen, onweer. En toch... Na regen komt... Zonneschijn. Ja? En we hebben weer, echt... Goeie joog. Cool. En we hebben een heerlijk zonnetje gehad. En uiteindelijk is de zee wel wat rustiger geworden.
Dus op zich nog steeds wel mooie golven, maar wel rustig genoeg voor het vissen. Ja. Nice! Geslaagd! 10 out of 10. Mooi. Lekker maat. Verdiend jongen. Nu voel je extra lekker hè, nou je zoveel gewerkt hebt. Zo, en nu heb ik zin in een lekkere maaltijd. Kijk ons eventjes varen dan, dames en heren. Het is ondertussen donker, we hebben de lampjes van de boot aan. De mannen hebben allebei een mijnwerkerlampje aan. Kijk dan, prachtig. Zo, varen kan die wel hoor. Ongelooflijk. Een krap? Kijk, hij zit daar. Daniel pakt hem wel. Oh, hij probeert hem te pakken. Oh, hij valt me aan! Hij knipt voor zijn vinger. Echt? Oh, de voorkant. Holy shit. Ja, wel zieke krab zat daar. Oké, dames en heren. Het is tijd om even lekker te gaan eten. Het is 10:30 in de avond. En we hebben net besteld. Maar het is wel rete gezellig. Ik heb een lekkere schnitzel. Patatekes. Jij precies hetzelfde. Fernandes, die heeft ook een schnitzel. Alec heeft lekker pizzatje. Simon heeft lekker... Steak. Fernandes. Lekker steak. Nice. Heet hij niet van anders? Andy. Hoe? Andy. Andy. Andreas. Sorry, Andreas. Andreas. Oh, sorry man. Maar die kast ook lijken van Andy. Hij zal Fernandes. Het is Andreas. Oh. Oh, dat is vervelend hè. Dan moet je in het licht kijken, ja. Kijk naar Sander. Goed, in ieder geval, ik heb zo erg genoten vandaag. Niet normaal, echt een bizarre dag. We moeten nog wel echt een lekker ritje maken terug naar Barcelona. Waarvoor echt dikke shout-out naar Daniel, want die heeft me gewoon opgehaald. Wat een baas. Dikke shout-out naar Sander, dankjewel voor het varen. Je bent echt een hele goede kokpiloot. Goede piloot bedoel ik. Ja. En vissen nog mannen, want ik ga er straks vandoor en ik zie jullie dan niet meer hier. Ja. Dus ik hoop dat jullie nog dikke knoepers vangen. Is goed, Daniel, fucking legend ben je. Goed idee van jou man. Ja, was echt leuk. Was echt heel erg nice, niet echt normaal. Was een goed idee om jou hier naartoe te laten vliegen. Ja, ja zeker weten, ja. Nou goed, ik ga lekker mijn eten opsmikkelen. Ja. Zo, Daniel, wat heb je op je voorraam? Je hebt het gedaan. Mayonnaise. Twee stukken mayonaise. Doe die ruitenwisser eens aan, man. Ik heb geen vocht meer. Wat? Geen ruitenwisservloeistof meer. Echt niet? Nee. Wie is het gedaan? Heb je serieus geen ruitenvloeistof meer? Nee. Echt niet. Wie heeft het gedaan? Ga je het uitsmeren of niet? Nee? Ik ga het gewoon laten zitten. Ja. Serieus? Ja, hij gaat het gewoon laten zitten. Twee dikke klodders mayo. What the fuck? Wat is dat? Wat is dat? Dit is ruitenvloeistof. Nee, wacht. Hey, maar waarom doe je ruitenvloeistof niet in je... Hij wordt helemaal nat. Maar waarom doe je dat die ruitenvloeistof niet gewoon nu in je auto? Dat kan ook. Ja, dat lijkt me veel beter plan. In plaats van de opsmeren. Dat had je toch ook gewoon kunnen doen? Dat was meer fijn. Je had veel beter het gewoon in de auto kunnen doen. Weet niet. Oh, ik heb gewoon mijn pijn in mijn hoofd. Alternatieve geneesmiddelen. Oei, oei, oei. Er zit nog een klein sipje in. Oké, we gaan er vandoor. Maat! Oh, het zit ook allemaal op de camera. Ja. Sorry, denk niet expres. Zit in je mondje? Ja. Oh, mijn hele hoofd aan de zijkant ook. We gaan richting Barcelona weer, dames en heren. Richting het hotel. Je bent een legend. Ja, serieus. Slaap lekker. Holy shit, jij rijdt voorzichtig. Komt goed. Ja, doe kalm aan, hè. Yo.
Rustig, Bo. Later. Wat een baas, jongen. Wat een baas. Daar gaat hij. Oké, nu moet ik één blok gaan lopen. En dan ben ik terug in het hotel. Ik weet helemaal niet of ik in het hotel kom, trouwens. Ik hoop dat ze me herkennen. En als ik wel in het hotel kom, weet ik ook niet of ik naar boven kan. Omdat volgens mij heb je een pasje nodig in de lift om op de eerste verdieping te komen. Maar damn, wat de... Dit was zo'n bizarre dag. Ik kan het bijna niet geloven, dames en heren. Oh, wat hebben we meegemaakt. Ik heb ook een broekje en een t-shirtje aan van Daniel. Want de spullen die ik aan had, die zitten echt helemaal onder het vis. En dat stinkt een partijtje. Dat is niet normaal. Ik moet nu ook gewoon douchen voordat ik bij Marvin in bed ga liggen. Want het is niet normaal. Oh, mijn handen ook. En daar ben ik. Eerste verdieping. Het is 10:50 in de nacht. Hey, schatje. Zo, ik ga douchen en dan kom ik bij liggen. Volgende week donderdag heb ik een afspraak voor mijn pols. Die is echt fucked up. Ik heb zoveel pijn in mijn pols na het binnenhalen van die twee tonijnen. Ik heb tonijn gevangen, hè? Nee, heb je zelf ook gevangen? Heb je zelf ook één gevangen? Ik heb zelf twee gevangen. Echt? Ja. Wat goed. Ik was echt ziek. Je was wel lekker aan het slapen. Dat ligt dus heel veel. Ja, klopt, snap ik. Oké, dames en heren. Ik check je morgen. Ik ben een gloednieuwe vlog om 4 uur. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.